Yo mensen van mijn kanaal, vandaag de Q&A en ik ga vandaag jullie vragen beantwoorden. Yeah buddy, maar dat zien jullie allemaal natuurlijk na de intro, tot zo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. Dus dames en heren, dan gaan we nu naar de eerste vraag en die is van FrostFX. Hij zegt, hey, wil je een intro? Hashtag Q&A. Ja, ik wil zeker een intro, FrostFX. Shout naar jou. Heb voor mij eerder al intro's gemaakt. En ja, ik heb eigenlijk best wel een outro nodig. Maar ja, als jij outro's of intro's kan maken, hey, ze zijn welkom, weet je. Waarom niet? Maar ja, toch liever een outro, denk ik. Ik heb best wel een outro nodig. Dus. Maar hey, thanks bro. De volgende vraag is van onze grote vriend Karsten Letteboer. Hij zegt, welk wapen heb jij liever? Een AK-47 of een M4A1? Random Q&A vraag, zegt hij. Nou, ik heb toch wel liever een AK-47, weet je. Want het is toch wel een beetje, ja, weet je, een AK-47 is gewoon, ja, een bekend wapen, weet je. En het is gewoon een nice wapen, om het zo te zeggen. Dus ja, gewoon AK-47, klaar, gewoon. Dus ja, een AK-47. De volgende vraag is van Paraturk. Hij zegt, hoe kom je op de naam Farido 15? Ik kom aan de naam Farido 15, nou ja, door, ik heb dus een broer, hij heet Rashid. Hij dacht zo van, hij heeft dus een PlayStation account en hij heet dus daarop Rashido 15. En mijn andere broer die heet er Samiro 15 op. En toen kwam mijn broer een keertje langs en zei hij, hey, waarom heet je dan niet Farido 15? En toen dacht ik, oké, Farido 15. En toen begon ik, ik had ook al YouTube. Toen begon ik aan YouTube toen ook. En toen zei ik zo van bij mezelf, ja, ik heb de PlayStation Farido 15. Dus waarom zou ik niet op YouTube Farido 15 heten? Dus ja. Dus daarom heb ik die naam dus. Ja, dus dat. Dus de volgende vraag is van Iets Te Veel. Shoutout naar jou. Hij vraagt, ben je actief op Iets Te Veel? Ik ben zeker actief op Iets Te Veel. Kijk ook zeker je video's. Echt chillen gast. Shout naar jou, man. De volgende vraag is van Dino Doucet. Mijn mattie, maar shout naar Dino, man. Hij zegt, ga je ooit nog met mij naar de gym? Ik ben zeker van plan om nog naar de gym te gaan. Alleen het is een beetje, ja, een beetje lastig met werken en zo, ja, weet je. Dus ja, ik denk dat ik dan, als ik bij de gym zou sporten, dat ik dan, misschien het weekend zou gaan of zo. Want door de week ga ik wel werken. En ben ik na werk klaar, dan heb ik sowieso geen zin om te gaan sporten. En dan ga ik, ja, ik denk dat ik dan alleen maar ga lopen slapen de hele dag als ik klaar ben met werken. Dus ja, ik ken mezelf wel. En ik moet best wel weer gaan trainen. Dus dus dat. Thanks voor je vraag, bro. De volgende vraag is van Mike Wiele. Hij zegt, heb je zomerplannen? Nou ja, ik heb deze zomer helaas geen zomerplan. Ik ga dus helaas werken in de zomer. Dus weet je, er moet geld verdiend worden, man. Dus dat, ja, ik ga gewoon lekker werken in de zomer. En wie weet ga ik misschien, misschien oktober of zo. Of misschien, ja, oktober, augustus op vakantie of zo. Maar ja, ik moet wel gewerkt worden, weet je. Dus dus dat. De volgende vraag is weer van Iets Te Veel. Hij zegt, wat zijn je doelen voor 2017? Mijn doelen voor 2017 zijn sowieso, als het gaat om YouTube, zijn sowieso wel de 100.000 weergave halen. Dat lijkt me echt fucking sick. En ja, misschien wel de 2000 subs of zo. Dus dat zijn eigenlijk mijn doelen, soort van. Maar ja, voor mij is het gewoon een kwestie van, ik heb gewoon plezier in het maken van video's. En ik vind het hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Dus thanks voor je vraag, bro. De volgende vraag is van Rasti Rasu. Hij zegt, slaap je met je raam open of dicht? Natuurlijk dicht sowieso. Want ja, ze krijgen weer van die fucking muggen. Ze zijn zo irritant als je muggen in je kamer hebt en je wil slapen. Hé, hey, ik heb meestal oorlog met muggen als soms het raam open staat. Holy shit, wil je echt niet weten. Zie je me echt zo met een handdoek of iets? Tegen de muur aan en shit. Ja, dat is echt irritant. Oh, de volgende vraag is weer van Iets Te Veel. Thanks for asking, trouwens. Iets Veel zegt, met wie ga je in samenwerking? Sowieso met jou, man. Shout naar jou. De volgende vraag is van Abdelkader. Wat is het raarste dat je ooit zou overkomen? Het raarste dat ik mij ooit zou overkomen is
A few moments later. Ja, dat is dit. Ik zat een keer in de sauna. En ineens... Ik zit gewoon chill. In de sauna zat ik een keer. En ineens... komt er fucking naakte vrouw naar binnen. Letterlijk, hè. Toen komt er ineens een fucking naakte vrouw naar binnen lopen. En like... bruh. En al die mensen kijken haar zo aan. Zo van... bruh. Mensen gingen gelijk weglopen, vriend. En ze was niet eens mooi ook. Echt, holy shit, man. Echt zo'n... bolle dikzak die dan naar binnen loopt. En helemaal zo naakt. En lijkt zo bruh. Iedereen echt zo kijken. Bruh. Echt creepy, man. Echt. Holy shit. Dat wil je niet meemaken. Als je in de sauna zit. En komt er zo'n dikke. Dikzak. Naar binnen lopen. Helemaal naakt. Gelijk weglopen. Niet eens kijken. Ik heb niet eens gekeken of iets. Hè. Fucking creepy. De volgende vraag is van Get Wrecked. Staan je ondertanden toevallig scheef? Dat was die hater. Die Get Wrecked gozer. Dat was die hater. Die het op ging nemen voor de striker. Hij heeft inmiddels ook zijn naam veranderd op YouTube, zie ik. En hij heet nu iets van... kijk straks wel. Ik heb voor alle comments even een screenshotje gemaakt. Wat in mijn kamer heb ik soms geen vijf. Zeg, kut. Dus dat. Maar die gozer die vraag ingesteld is volgens mij vriend van de strijker. Dus ik zou, als ik hem was, zou ik een beetje zijn mond houden. Want hij verziekt zo voor de strijker. En ik kan zo het adres van de strijker ook naar buiten brengen. Dus . Dus ik zou maar een beetje weg houden, hè, kutkind. De volgende vraag is van Arjan Ahmad Karim. Shout out to you, man, Arjan. Hij zegt liever 1 miljoen subs of 100 miljoen geld. Ik weet het al, 1 miljoen subs zegt hij. Nou ja, ik denk toch liever 100 miljoen, man. Want weet je. Je kan wel shine hebben en zo, maar... je kan shine hebben, maar wil niet zeggen dat je rijk bent. Dus ik heb liever 100 miljoen dan 1 miljoen subs. Dus ja, weet je. Waarom wil ik geen 1 miljoen subs? En wel 100 miljoen subs. Nou ja, dat is meer, ja, weet je. Je bent rijk. Ik kan mijn ouders geld geven. Familie geld geven. Vrienden geld geven misschien. Ja, gewoon, ja, weet je. En YouTube doe ik dan gewoon als bijzaak. Dus, weet je. En als ik zoveel geld heb, dan kan ik ook heel veel investeren in mijn YouTube kanaal. Dus, dat is wel chill. En, weet je. En je kan wel 1 miljoen subs hebben. Maar wil niet zeggen dat je ook... 1 miljoen weergave gaat krijgen. Dus weet je, dat is het, man. Dus dat. De volgende vraag is van... oh ja, shout naar Mitchell Drop. Hij zegt heel sick. Sowieso, man. Je bent ook heel sick. De volgende vraag is van... VIP owner Zombies owner bij Cap One. Hij zegt doe een giveaway. Giveaways zijn sowieso al onderweg. VIP owner. Ja, zoietje. VIP owner. Ja, ik ga even afkorting. VIP owner. De giveaways zijn zo al onderweg, Jessie. En JV zijn er al mee bezig. Ik heb ze ook even een beetje om dingen te regelen. Hoe en wat, weet je. Maar dat komt allemaal binnenkort, dames en heren. Kan ik nog niet veel over zeggen. Maar binnenkort giveaways. Dat zeker. De volgende vraag is van Arjan Ahmad Karim Q&A. Prank iemand snel op straat of thuis? Ja, dat gaat niet. Het regent echt hard buiten, man. Het is echt een beetje fucked up weer. Dus ik had vandaag ook een gesprek ergens en ik was helemaal nat. Deze broek die ik zelfs aan heb is ook nog een beetje nat. Maar hij begint al een beetje op te drogen. Dus De volgende vraag is van Rassi Rassiel alweer. Hij heeft echt heel veel vragen in de comments trouwens. Dus zo. Hij zegt, kan je dit lezen? 4, 5, nee, je kan het niet lezen. De volgende vraag is van Arjan Ahmad Karim. Kun je vragen of ze intro voor me maken en abonneren? Mooi, fix zelf een intro. Vraag staan voor ons even. Ik zou zeggen, hij reageert vast wel in de comments. Dus, iedereen abonneer op Arjan. Reageer maar in de comments of zo. Ja, abonneer gewoon op hem. De volgende vraag is van Rasti Rasul alweer. En de rest zijn ook allemaal vragen van Rasti Rasul. Dus ja, gaan we ze even allemaal beantwoorden. Hoe vaak heb je gevaste deze dagen? Ja, ik heb gewoon 31 dagen gevast. Want Turken vasten 30 dagen en wij 31 dagen dit jaar. Dus ja, een beetje vreemd, maar ja. Daarna vraagt hij, hoeveel YouTube monies verdien je? Heel veel, man. Ik heb bijna 2 miljoen euro. Holy shit, man. Holy shit, man. Oei, 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 oei.
En hij vraagt, begin uit het niets straattaal te praten. Hey G. Hey, die kook is hier, man. Die kook is hier. Hey. Die kook is hier. Amati. Kom, snel hier. We hebben die shit hier zo, man. Hij zit hier in de kluis. Bla. Hoe heet je? Ik heet Farid. Hoe vaak heb je gezoend? Ik weet niet, man. Hoeveel vriendinnen heb je gehad? Ik weet ook niet, man. Rassi, zeg, wat voor leven heb je? Ik heb geen leven, man. Ik heb gewoon helemaal geen leven, man. Ik weet niet wat ik doe op deze planeet. Wat is dit? Wat is dit voor... Really, nigga? Hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. Wie is je grootste hater? Geen idee. Sowieso, haters zijn sowieso je fans natuurlijk, dus. Black Ops 2 of Black Ops 3? Black Ops 3 is wel chill. Black Ops 2 is ook wel chill, dus ja. Wie ben ik? Ik ben Farid. Overdrijf ik met al die vragen? Ja, je overdrijft heel erg met al deze vragen. Ja. Je overdrijft met deze vragen. Ja, jij. Jij overdrijft met deze vragen. Stop ermee, joh, kutkind. Kapje man, en shout naar jou, maar thanks voor alle vragen. We hebben nog één vraag, laatste vraag van hem. Hij zegt, wil je 1 miljoen subs en op elke video 100 views en 100.000 subs, hè? En 1 miljoen, wat? Oké. Ja, het zal wel, thanks voor je vraag. Thanks iedereen voor zijn vragen. Fucking sick, shout naar iedereen. Shout out naar iedereen gewoon, yo, gewoon, hey. Oh, ik weet nog steeds niet wat ik doe op deze planeet, maar oké. Dames en heren, shout out aan jullie. Hartstikke bedankt voor jullie vragen. Like natuurlijk deze video. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Heb je nog een leuke comment of zo? Laat even... Heb je nog een leuke comment? Laat even zien in de reacties of zo. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer. Ciao.